Het is heerlijk om met elkaar zo te zingen. En het is ook belangrijk als je spreekt, dat als je gaat spreken, dat harten ook worden voorbereid. Want wat kan je al niet meenemen na een week als je naar een samenkomst gaat? En ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten, sommigen ken ik een beetje, maar er zijn er ook onder ons die een wat neerslachtig karakter hebben. En dan ga je nadenken over Loofhuttenfeest. Dan ben je verplicht om 7 dagen blij te zijn. Daar zit je dan weer in goede gedrag. Hè? Daar gaan we over nadenken met elkaar. Want ik denk dat wij daar als gemeente heel veel van kunnen leren. Dat we vrij worden ook in ons innerlijk. Om te uiten dat wat er in ons hart is. Waar verblijden we ons over? Over wie zijn we echt blij? Wat bepaalt onze blijdschap? Nou, ik zie allerlei wolkjes verschijnen boven jullie hoofden. Wat je nu denkt. Ik ben me bewust dat jullie nog een preek te goed hebben in de serie van de Petrusbrieven. Maar geloof me, wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Die komt er echt aan. Maar dit is zo'n heerlijk feest dat ik toch heb besloten om over dit feest te spreken. We gaan met elkaar naar Leviticus 23. Leviticus 23. En we lezen daarvan vers 34 tot en met vers 44. En ik wil je vanmiddag meenemen naar een zeer, zeer vreugdevol feest. En nu noemen heel veel mensen dit, onder andere Loofhuttenfeest, maar ook de andere feesten, daarvan zeggen ze dat zijn de Joodse feesten. Maar dat is niet de taal van de Bijbel. Het zijn de feesten van de Heer. En ik heb de Statenvertaling er nog eens op nageslagen en die zegt zelfs, het zijn de gezette hoogtijden des Heren. Nou, dat vind ik eigenlijk het allermooiste. En ik geloof dat het belangrijk is dat wij, of je nu wel of niet Joods bent, maar je hierin verdiept. En dat niet direct wegschuift en in de hoek zet van, ja, dat zijn echt Joodse gebruiken of gewoonten. Daar verdiepen wij ons niet in, want ja, je valt al snel terug onder de schaduwen. En daarom wil ik je vanmorgen uitdagen om juist ook onder het nieuwe verbond dit feest te gaan ontdekken, te gaan waarderen. En dat je er ook baat bij hebt van die overdenking in de praktijk van alle dag. In je huwelijk, in je gezin en op de plaats waar je woont, werkt of studeert. Jullie zijn uitgekomen bij Leviticus 23. Daar lezen we in vers 33. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e van deze 7e maand is het 7 dagen lang Loofhuttenfeest voor de Heere. En op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. En op de 8e dag, die heb je dus ook, de 8e dag, op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere van een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten, om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers. Al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers, naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de 1e dag is het de rustdag en op de 8e dag is het de rustdag. Op de 1e dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van de beekwilgen nemen. En u moet
zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat is wat. Hier heb je hem. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in de loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakte Mozes van de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Loofhuttenfeest, een blij, vreugdevol feest. En daarom heb ik ook als thema meegegeven Loofhuttenfeest, verblijd je in de Heere. Hij is de bron van blijdschap, de bron van vreugde. En dat is de boodschap die ook naar ons komt deze middag. Nou, Loofhuttenfeest, in het Hebreeuws is dat Sukkot, heeft alles te maken met loofhutten. Nou, dat woord loof, dat is er later bijgevoegd. Maar het is eigenlijk gewoon heel eenvoudig. Huttenfeest. En hoe heet zo'n hut, zo'n loofhut? Dat is een soeka. Dat moet je na vanmorgen niet meer vergeten. Een loofhut is een soeka. Sukkot is gewoon meervoud. Hutten, huttenfeest. En wat doen de Joden? Ze worden opgeroepen om in een hut, in een tent, in een soeka, 7 dagen lang door te brengen. Het is opvallend dat de Engelsen en de Fransen spreken over het feest van de tabernakels. En dan moet er al een lampje gaan branden. Waar kom ik het woord tabernakel tegen? Waar kom ik het woord tent tegen? Wat was het doel van de tabernakel? En dan gaat het feest als vanzelf open voor je. En dan hoop ik dat ik aan het einde je niet meer op hoef te roepen om je in de Heer te verblijden. Want als je goed luistert, gefocust bent vanochtend, dan gaat het als vanzelf. En dat is de bedoeling. Het is geen opgeklopte blijdschap. Het is een blijdschap die van binnenuit opwelt en naar buiten openbaar wordt. Omdat je ontdekt hebt, hoe langer hoe meer, het vaderhart van God. En dat geeft echte blijvende vreugde. Het is duidelijk dat de soeka, die tent, een belangrijke plaats inneemt. Je leest dat in vers 42. Je hebt je bijbeltje erbij als het goed is van Leviticus 23. 7 dagen wonen, verblijven in een tent. En het mooie van die tent is dat die gemaakt is, dat is de opdracht, de loofhut, dat hij gemaakt moet worden van vergankelijk materiaal. Van takken, van bladeren, van hout. En het moet een beetje een fragiele, kwetsbare hut zijn. Ik had een loofhut in mijn tuin gebouwd. En met mijn kinderen gegeten. Maar ik had een foto gemaakt en het naar een broeder uit de Messiaanse beweging gestuurd. Maar ik ben perfectionist van mezelf. Dus ja, een fragiele loofhut, dat is geen opdracht voor mij. Dat moet een hut zijn die, ja, het is oktober. Het kan stormen, het is herfst, het is een najaarsfeest. Dus die hut moet degelijk zijn, die moet een storm kunnen overleven. Dus ik dacht, ik heb het goed gedaan. Degelijk materiaal, wel hout, maar wel stevig. Waterdicht. Dus ik maakte die foto en ik stuurde met trots door. Toen kreeg ik een reactie terug, je hebt er niks van begrepen, Jacques. En dat was voor mij een seintje, hé, dat klopt inderdaad. Ik heb hem veel te stevig gemaakt. Het moet een fragiele hut zijn, vergankelijk materiaal. Het is van voorbijgaande aard. Het is een tijdelijk verblijf, een tijdelijk onderkomen. Het zit niet in mijn natuur om daar een week in te vertoeven. Bij jullie wel? Ik heb liever het comfort, de luxe, de fauteuil, zeg maar. En met alle luxe om mij heen. Prima, zo'n weekje toch? En ik bedoel dat niet spottend of cynisch of zo, maar het is niet een soort landalweekje, zeg maar. Nee, je gaat terug naar de basis in de loofhut. Daar gaat het om. En die takken, die bladeren, dat hout, er moeten wel openingen blijven naar de hemel. Want je moet omhoog kunnen kijken en de sterren kunnen blijven zien. Dat is ook voor ons belangrijk, toch? In deze aardse tent. Dat we
wandelen ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, dat we zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. In de wetenschap en de diepe overtuiging dat deze wereld voorbij gaat. Hef je hoofd omhoog en weet dat je verlossing nabij is. Daar kan je naar verlangen als je zit in je soeka, fragiel, kwetsbaar hutje, tentje. Op God gericht zijn, is het eerste gebruik. En het tweede, daar zal ik niet te veel over zeggen, maar je moet maar een beetje googlen, want je kan er zoveel van leren. Je ziet ook de mensen met een bundel lopen, met takken. Nou, je hebt al één woord geleerd, dat is de soeka, de loofhut. Het tweede wat je moet leren, die bundel, dat heet de lulaf. En dat is een bundel die bestaat uit verschillende soorten takken. Palmtak, een meertentak, een wilgentak en een etrog. Een soort extreem grote citroen, zeg maar. En daar zie je de mensen mee lopen en lulaf zwaaien. Die zwaaien ze naar alle windrichtingen. Naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden, naar het westen. En ook naar boven en naar beneden. En dat heeft een tweeledige betekenis, want in die soeka, tijdens Soekot, worden de psalmen 113 tot 118 gelezen. En men zwaait dan met die bundel alle richtingen op. En men vraagt de Heere God om het groen te zegenen. Nou, wij bidden misschien soms, laat het een poosje niet regenen. Ja, dat doen we na de zomer ook niet meer. Maar in Israël bidden ze natuurlijk om de zegen over het groen. Want regen is daar redelijk zeldzaam, uniek. Dus al zwaai het met dat groen, met dat loof, vraag eens aan de Heere God, zegen het groen. En daarmee hangt natuurlijk samen de oogst, de vrucht, het eten, etc. En de tweede betekenis van die lulaf is, het zijn vier verschillende takken. Er is dus verscheidenheid onder het Joodse volk in gaven, in kennis. Maar in die verscheidenheid is er tegelijkertijd ook eenheid. Dat is mooi, hè? Dat is ook in de gemeente zo. We zijn allemaal verschillend. Dat maakt het leven in de gemeente ook tot een uitdaging. Dat vind ik het meest uitdagende aan de gemeente. Ja, je kan een uitdaging heel positief zien, maar ik vind het soms ook best ingewikkeld. Toch? Laten we gewoon eerlijk zijn. Al die verschillende karakters, die visies, die achtergronden, en dat vormt samen het huisgezin van God. Nou, ik hoop dat er tot op zekere hoogte die verscheidenheid mag zijn, maar tegelijkertijd die lulaf, hè, die eenheid. Nou, dat is een mooi beeld. Moeten we vasthouden. Want deze tijd is een tijd waarin mensen verdeeld worden. Maar laten we elkaar vasthouden in liefde en in waarheid. En dan mag er een zekere verscheidenheid zijn. Maar tegelijkertijd proeven we dan toch de eenheid in hem, wien te kennen het leven is. De Heere Jezus Christus. Nou, twee gebruiken. Daar zijn we mee begonnen. Een soeka, vergeet je niet meer. En een lulaf. Je hebt morgen echt wat te vertellen op school, jongelui. Of als je straks naar je schoonmoeder gaat op de koffie, dan zeg je, ma, ga even zitten. Ik wil u wat uitleggen. We hebben vanmorgen een feest herdacht, overdag. We hebben feest gevierd met een geweldige betekenis. Maar wat is nu, nou kom ik tot de kern, wat is nu nou zo bijzonder aan het loofhuttenfeest? Nou, dat lazen we in vers 40b. En dat was voor mij best confronterend van de week. Want weet je, als je een boodschap brengt over beproeving, dan word je meestal de week daarna beproefd. Als je spreekt over verzoeking, dan krijg je die dag daarna te maken met verzoekingen. Als je een week voorbereidt over het thema verblijd je in de Heere, dan gebeuren er allerlei dingen in je leven, herkenbaar of niet, waardoor die blijdschap juist weg ebt uit je leven. Nou, dit is de beproeving waar we mee te maken hebben. Want wat staat hier in vers 40b? Je moet je 7 dagen verblijden voor het aangezicht van de Heere. Ja, mijn opa die had dat karakter. En mijn vader die had dat karakter. En ik ben een vrucht van hen. Dus ik heb ook dat karakter. Dus ja, daar doen ze het maar mee. Daar doet mijn vrouw het maar mee. Daar doen mijn kinderen het maar mee. Maar daar doet de gemeente het ook maar mee. Ik ben nu eenmaal zo. Ja, wacht even. Er staat hier een opdracht. Ongeacht wat voor karakter je hebt. Neerslachtig of heel blij en hoopvol verwachting. Er staat hier een opdracht. Dat is wat, hè? Nou, dat kwam bij mij wel even binnen. Jullie hoeven geen amen te zeggen, want ja, dan kom je natuurlijk openbaar
Maar toets even voor jezelf, hè. Verplichte blijdschap. Nou, mijn opa zei al, je moet wel lol hebben om te kunnen lachen. En dat is waar, toch? Er moet wel reden voor zijn. Verplichte blijdschap, kunt u dat nou vragen, Heere God? Dat kan toch niet? Nou, en toch vraagt hij het. Ik las van een Joodse rabbijn dit, moet je luisteren. Die heeft gezegd, eens zullen we rekenschap moeten afleggen. Nou, denk je natuurlijk van al mijn daden, van mijn slechte dingen. Maar die rabbijn die zei, eens zullen we rekenschap voor God moeten afleggen van elke dag in ons leven waarin we verzuimd hebben te genieten. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat is wat. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nou, die kwam van de week wel binnen. Ik heb het voorrecht om met Annette elke ochtend een bakje koffie te drinken. Maar dit moeten we wel onder ons houden. Ik heb soms ook voorkeur wat koek betreft, zeg maar. Nou, we krijgen weer die gevulde speculaas, dat is lekker. Maar soms dan heeft ze ook wel eens lange tijd een beetje hetzelfde. Dat heb ik het ook alweer gehad, weet je. Dan denk ik even iets anders. Maar, weet je, dan heb je zo'n feest en dan word je weer bepaald bij geniet het goede ten dagen van voorspoed. Die schijnbaar kleine dingen, leren genieten van die schijnbaar kleine dingen. Dat maakt het leven aangenaam, toch? Nou heb ik een strenge vrouw, die corrigeert me dan weer. Maar voel je, rekenschap afleggen van elke dag waarin je niet hebt genoten. Ik zeg het ook tegen mezelf vanmorgen. Dat vind ik best een uitdaging. Want ik ben heel rationeel en ik heb voldoende redenen om een paar dagen in de week met een lang gezicht over de wereld te gaan. Die kan ik zo allemaal opsommen. Ik kan ze toelichten. Ik heb volop reden daarvoor. En nou een opdracht om 7 dagen. Nee, dat kan niet. Nou, de verplichting, die staat er. En ik zal je een paar versen lezen. Nou, bladeren maar even naar Deuteronomium 16. Want daar wordt het ook genoemd. Dat heeft mij wel tot nadenken gezet. Verplichte blijdschap. En dit is zo'n rijkdom, zo'n diepte. Want weet je waar de Heere God mee bezig is op dit moment? Om jou en mij te vormen en te leren om onafhankelijk van omstandigheden en personen je te verblijden in de Heere, jouw God. Dat is toch heerlijk? Je zegt, het is wel een moeilijke les. Ja, voor mij ook, harde les. Maar het is wel met een heel positief doel, of niet? Nou, wat zegt Deuteronomium 16, vers 14? Verblijd u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter. Maar het gaat verder als het gezin. Ook uw slaaf en uw slavin en de leviet. Ook de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. 7 dagen moet u het feest vieren voor de Heer uw God op de plaats die de Heer zal uitkiezen. Want de Heer uw God zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. Dat is wat. Dat is wat. Nou zou je zeggen, ja, daarom ben ik blij dat het een Joods feest is. Nee, wacht even. Het is het feest van de Heer. En ga dat maar nazoeken. Loofhuttenfeest is een feest wat door heel de Bijbel heen terugkomt. Arjan heeft het vanochtend al genoemd, Johannes 7. De Heer Jezus heeft het ook gevierd. En straks in de toekomst, kom ik aan het einde op, gaat het ook weer gevierd worden. Dus wat is het verlangen van het vaderhart van God? Dat ik gericht ben op zijn hart. En dat ik mezelf train en oefen om hem te maken tot de bron van mijn blijdschap. Want het was niet een feest wat je eens in je leven moest vieren. Blijkbaar was het nodig, want de mens is vergeetachtig, dat dat feest elk jaar terug zou komen. Nou, daar ga je weer. Ach, hé, de volgende week Sukkot. Je zal toch in een moeilijke kwestie zitten. Dan moet ik met mijn gezin gaan zitten in zo'n soeka. Je moet weten wat ik aan mijn hoofd heb. Ja, toch gaan we doen. En die vrouw van me, dat moet ik allemaal leuk doen en vreugdevol zijn en blij. En je moet eens weten wat er intern speelt. Ja, en toch. Ik heb een paar klanten. Mensen. Als ik er vandaag verlost van zou kunnen worden, graag. En dan volgende week Sukkot. Zie, je wordt geconfronteerd. Wat bepaalt onze blijdschap?
Wat bepaalt onze vreugde? En ik zeg het nogmaals, ik zeg het ook tegen mezelf. Dat is belangrijk. Hoe ben je hier naartoe gekomen? Toen het thema las. Ben je blij in je hart? Misschien moet ik het iets dieper uitleggen. Ben je dankbaar in je hart? Ben je naar het woord van Paulus, Filippenzen 4 vers 11, een tevreden mens? Paulus zegt, daar ben ik altijd zo blij om dat woordje. Hij zegt, ik heb geleerd. Hoe, je hoeft er niet geboren mee te worden. Je kan het dus leren om tevreden te zijn. En in dat woord tevredenheid zit het woord vrede opgesloten. Je kan het dus leren, even ongeacht jouw karakter. Maar je moet in jezelf een andere gerichtheid gaan ontwikkelen. Niet gericht zijn op dat wat je niet hebt, maar op datgene wat je wel hebt. Ik sprak van de week ergens over identiteit. Toen heb ik het voorbeeld van de fuut gebruikt. Heb je wel eens naar een fuut gekeken? Dat is een mooi beestje als het in het water ligt, zwemt. Mooi kuifje. Maar als een fuut gaat lopen, heel apart, een heel log lichaam heeft hij. Echt hoor, ga ze maar bekijken. En als hij gaat vliegen, hij kan amper opstijgen. Wij zouden zeggen, een beetje in de taal van 2022, ziet er niet uit. Nou, dat beestje zou natuurlijk heel negatief kunnen worden, want hij kan niet vliegen, hij kan niet lopen. Ziet al... Maar weet je wat hij wel heel goed kan? Hij kan geweldig duiken. En hij haalt de lekkerste vis, ja, zo diep weg, waar andere vogels niet kunnen komen. En weet je wat hij dan doet? Dan eet hij die vis niet onder water op, maar dan neemt hij die vis mee naar boven. Dan komt hij boven en dan gaat hij voor het oog van al zijn medevogels datgene tonen waar hij goed in is en wat hij heeft veroverd. En voor hun ogen eet hij het als smekkend op. Heerlijk, hè? En waar verblijft hij zich in? In zijn duikkunsten. In dat wat hem is gegeven. Herken je dat in je leven? Kijk, het gras is bij de buren altijd groener, denken we. Maar dit is iets, weet je, ben je dankbaar met dat wat God je heeft gegeven? Ik moest denken aan Jesaja 61. Wat staat daar? Vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. En Paulus, ras echte Jood, wat zegt hij in Filippenzen 4 vers 4? Verblijd u altijd in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Hey, het is een rode draad door heel de Bijbel heen. Blijdschap is ook een vrucht van de Heilige Geest. Het is iets heel wezenlijks. En laat het nu heel duidelijk zijn, voordat jullie dat denken. Ik bedoel niet zo'n goedkope blijdschap die je in reclamespotjes ziet. Of in een mooi magazine, als er iets verkocht moet worden. Zo'n tandpasta glimlach. Trouwens, je komt bij mensen ook tegen, hè? Als je op de fiets ontmoet. Dan groeten mensen je soms en af en toe kijk je ook nog even na. Dan is het, hi Jacques, heel leuk. En binnen een seconde is dat gezicht vertrokken. Dan kijk ik naar, dan denk ik, ja, hoe diep zit het nou eigenlijk? Ben je nou echt blij? Of was het zo'n gemaakte glimlach? Zo'n stukje fatsoen, dat is ook te prijzen. Maar hoe diep zit het? Nou, als de Bijbel spreekt over vreugde, blijdschap, luister goed, dan gaat het over een blijdschap, over een vreugde, over een vrolijkheid die gefundeerd is in het karakter van God. Die nooit verandert. Die altijd dezelfde is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik heb niks met een goedkope glimlach. Met een oppervlakkige blijdschap. Ik heb niets met laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat is niet wat ik bedoel, dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Maar het is een blijdschap in het hart van God. Verheugd over wie Hij is, de onveranderlijke. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis en die mij leven heeft gegeven tot in alle eeuwigheid. Nou, nu zegt er iemand, en daar ga ik kort wat over noemen, maar wat geeft dan reden tot blijdschap? Nou, blijf nog even luisteren. Het gaat om de daden van God in het verleden, in het heden en in de toekomst. Daar gaat het in de soeka, in de loofhut over. Als die vader zit te vertellen. Die soeka was ook versierd met vruchten, met de oogst.
En als die vader dan de Bijbel opendoet, als hij de psalmen leest, 113 tot en met 118, dan vertelt hij ook over het verleden, over het heden en over de toekomst. Daar gaan we. Het eerste. Sukkot leidt tot blijdschap, bewerkt vreugde. Waarom? Omdat ik bepaald word bij de grote daden van God in het verleden. Want wat staat er in Leviticus 43, vers 42 en 23, vers 42 en 43? We gaan terug naar de tijd dat we gered werden, bevrijd werden uit Egypte en dat de Heere God ons geleid had door de woestijn. Dus oogstfeest, waarom blijdschap? Of loofhuttenfeest, waarom blijdschap? Allereerst is het een herinneringsfeest. En dan gaat het om de herinnering aan de bevrijding uit Egypte, maar met Sukkot vooral dit. Dat de Heer na de bevrijding zijn volk heeft gedragen, heeft beschermd en heeft onderhouden. En dat vind ik zo geweldig. Want God bevrijdt niet alleen, ook geestelijk overgezet vandaag, uit de klauwen van Satan, uit de macht van zonde, maar hij leidt je ook, hij zorgt voor je. Hij draagt je door het woord van zijn kracht. En dat moet je steeds weer in herinnering roepen. Dat maakt je blij, toch? En de generaties door werden deze geschiedenissen verteld. Wie God was geweest gedurende de 40 jaar. Je zal toch je vader horen vertellen. Ja, ons voorgeslacht, ze kregen elke ochtend manna. Elke avond kwakkels. Wonderlijk, er kwam water uit de rots voor 2,5 miljoen mensen. Weet je hoeveel dat is? Is dat gebeurd, pap? Dat is allemaal gebeurd. En weet je wat ook nog? Onze kleren, ze versleten niet. En onze schoenen, die groeiden mee met onze voeten. Nee, dat is echt waar. Maar wie heeft dat bewerkt? Ja, dat is Yahweh geweest. Dat is de eeuwige. En je ziet die kinderen in die soeka zitten, de mond vol open. Het kwel loopt eruit, vol aandacht. En waar gaan we naartoe? Naar de grote daden van de Heere in het verleden. Naar Yahweh, naar de eeuwige. Naar hem die toekomt alle lof, alle eer en alle aanbidding. En dat moet worden doorgegeven. En wat zegt Psalm 78? Opdat de volgende generatie hun hoop op God zou stellen. Dat. We hebben Yahin opgedragen. Nieuwe generatie. Moet de generatie hier in de CGA opgroeien die voor de Jezus wil gaan. Jongelui, niet half, maar radicaal en totaal. En wij als ouderen moeten vertellen van de grote daden van God. En of je daar een soeka voor moet bouwen of niet, dat mag je zelf uitzoeken. Wat mij betreft doe je het en ga je daar in die soeka vertellen. Heb je wat te vertellen? Zodat er een nieuwe generatie hier opstaat die helemaal voor de Heer Jezus wil leven. Waarom? Ze hebben van de grote daden van God gehoord. In het voorgeslacht. Maar vooral van die ene grote daad. Kruisdood en opstanding. Loofhuttenfeest is een herinneringsfeest. Ik moest denken aan deze psalm. Degenen die met de psalmen zijn opgevoed, die kennen hem wel. Psalm 91, vers 5. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Zijn tent, zijn soeka, zijn loofhut zal veilig wezen. Ik vind het zo heerlijk. Ik vind het een geweldig feest. Begin je hart al een beetje te kloppen, of niet? En Colossenzen 3, vers 3 zegt het, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ben je daar veilig? In een tijd vol onveiligheid, onzekerheid, onrust, maar in hem veilig. Voor vandaag, voor morgen en de toekomst. En al is deze tent kwetsbaar, vind ik zo mooi. Wat Paulus schrijft, hij zegt in 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt. Kan toch? Deze soeka. Wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Weet je, ik kan zoveel lijnen doortrekken. Je pakt het wel, toch? De Heer Jezus, hij is onze soeka. Maar hij heeft ook ons een tent gegeven, een lichaam gegeven. Kwetsbaar, zwak. Maar als deze tent afgebroken wordt, hebben wij nog steeds zekerheid. Is dat heerlijk, hè? Je zal toch een hoop hebben tot... Dat is een arme troef. Maar wij leven tot in alle eeuwigheid. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, die zal leven. Zelfs al waren hij
gestorven. Dat is het eerste, herinneringsfeest. Ik moet vlug door. Tweede, het is ook een oogstfeest. Een najaarsfeest. Het was herfst. En de laatste oogst, de druiven en de olijven, ze waren als laatste binnengehaald. En nu kon de winter beginnen. Nou ja, als je oogst binnen hebt, je bent zeker over je voedsel, je eten, dan kan het feest beginnen toch? De Heer heeft gezegend de inzameling van de oogst. Trouwens, als je meeschrijft, een andere naam voor Loofhuttenfeest is feest van de inzameling. Is toch heerlijk als je mag oogsten? Dat zijn zegeningen, daar mag je de Heer voor danken. Als je inkomen hebt, als je lekker eet, ik hou van lekker eten, ben ik blij mee. Dank u wel, Heer, dat is van u. Geniet het goede ten dagen van voorspoed. Dat zijn zegeningen. En dit feest bepaalt het volk erbij. En luister goed, er is in het Jodendom een gedenkboek en daar staan mooie gebeden in. Ik vind soms dat wij, als wij bidden voor het eten bijvoorbeeld, dan hebben we het al gekregen. En dan zeggen we, Heere, zegent u dit eten in Jezus' naam, amen. Nou, gaan we nou morgen niet allemaal meden of dat verkeerd is. Even mijn punt pakken. Wat bidt een Jood? Dit, luister goed. Gezegend bent u, eeuwige onze God, koning van het heelal. U die alles geschapen hebt en ons de vruchten van het land geeft. Gezegend bent u. Dat is indrukwekkend, hè? Weet je waar het ook terug... Waar het ook leest in Psalm 103. Dat is wat vertrouwder voor je, denk ik. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Dat is het. Daar staat in het Hebreeuws. Gezegend bent u. Kijk, dan krijg je gebed een veel meer diepgang, hè? Niet meer vragen alleen. Maar de Heer zegenen. Hem die plaats geven die hem toekomt. Krachtens wie hij is. Dat is Loofhuttenfeest. Daar word je toch blij van? Herinneringsfeest. Oogstfeest en zittend in je soeka. Heb je de, dit vind ik wel humor, heb je de oogst net binnengehaald? Wij zouden zeggen, de koelkast zit vol. Nou, dan ga je er toch heerlijk van. Ja, dan zegt hij, en nu, na het oog, nu moet je Loofhut in. Ja, moet ik nou primitief, ja, nu moet je gaan beseffen dat ik degene ben die de zegen geeft. Want uiteindelijk, ik ben en blijf de bron, zegt de Heere God. Want je zou zomaar op kunnen gaan in je machines. Of in je kennis. He, dat jij toch die aardappels van het land hebt. Nee, zegt de Heer God. Je gaat na de oogst je Loofhut in. En dan gaan we primitiever leven. En je gaat aan mij denken. Want ik ben de bron van leven. En van alle goede gaven. En je hebt het nodig een week in een jaar in die tent te gaan zitten. Want anders dan gaat het mis in je leven. Dat is toch vaderlijke zorg, of niet? Je in mij verblijden, onder andere de oogst, over de oogst die binnen is. En wij, zijn wij gezegend? Laat ik het eerlijk tegen je zeggen. Alles wat wij ontvangen, is meer dan dat wij verdiend hebben. Ik zeg het ook tegen mezelf. Want wat had ik verdiend krachtens de zondeval? De dood. En ik kreeg het leven. En als ik alleen dat had ontvangen van de Heere God, dat is al geweldige genade. Maar ik heb ook nog een, of je het mooi vindt of niet, maar ik heb ook nog een kobertje aan, ben gekleed. Ik heb een huis, ik heb een vrouw, ik heb kinderen, ik heb eten. Ja, maar dat is toch, nee, dat is niet normaal. Dat is meer dan wat je hebt verdiend. Geloven we dat nog vandaag? Ik merk een geest die ervan uitgaat dat we rechten hebben. Maar we hadden al onze rechten verspeeld. Het is pure genade. Van de Allerhoogste God. Die zegt, ga je soeka in en bedenk dat ik de zegenaar ben. Eindig niet in je zegeningen, maar eindig in mij. En wat zegt Paulus in Efeze 1? We zijn geestelijk ook nog gezegend. Met alle geestelijke zegen. Ik zie jullie denken, Jacques, stop maar. Het is duidelijk. Loofhuttenfeest 2022. Verblijd je in de... Het is genoeg. Nee, we gaan er nog één doen. Herinneringsfeest, oogstfeest en het is ook een profetisch feest. En daar ga ik mee afsluiten. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Zacharia 14, blader er nog even naartoe. En de kenners die weten het al, maar we gaan het toch lezen. Sukkot, Loofhuttenfeest, verblijd je in de Heere. Vanwege het verleden, Heere God,
U heeft ons verlost en u draagt ons door het woord van uw kracht. Blijdschap vanwege het heden, u voorziet overeenkomstig uw rijkdom in al onze behoeften, heden en toekomst. Ja, de toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Geloof het nog? Dat klinkt nog niet heel enthousiast, maar het staat er. De toekomst is in de handen van de Heere God. Hij werkt aan, Handelingen 3, op het herstel van alle dingen. En dat herstel is al ingezet in jou en mijn leven, toch? Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Dat nieuwe begint ergens, hè? Dank u, Heere, dat dat nieuwe al in mijn hart en in mijn leven begonnen is. Het wordt alleen maar rijker. Het wordt alleen maar grootser. En nou moet je even verplaatsen, hè? Probeer je voor jezelf te verplaatsen, een beetje te visualiseren. Nou zit je in je loofhut, kan je het voorstellen, in je soeka, misschien heet, toch verblijden. Ongehoorzame kinderen, je toch verblijden. Een aanval van Arabische volken, je toch verblijden. Moeite naar geest, ziel en lichaam, je toch verblijden. En nou zit je in je soeka en dan gaat dit gebeuren, dan ga je terugdenken. Heer, wie bent u in het verleden geweest? Groot is uw trouw, o Heer. En dan ervaar je in de soeka de gebrokenheid van het leven. Maar vanuit die gebrokenheid mag je ook vooruit kijken. En dit is heel belangrijk dat je dit pakt. Want we zijn reeds gered, maar nog niet verheerlijkt. In Jezus is het koninkrijk dichtbij gekomen, maar het is er tegelijkertijd ook nog niet. En in die fase bevinden wij ons. D-Day en V-Day. Zittend in je soeka. Fragiel, zwak, vergankelijk, zeker. Maar de God die wij dienen, daarin ligt mijn vastheid. En dat maakt me echt, ik meen het oprecht, dat maakt me ontzettend blij. Het koninkrijk, het is er. Maar het is er ook nog niet. Daarom geloof ik niet in het preterisme. Jezus gaat zijn koninkrijk nog vestigen hier op aarde. Is nog niet gebeurd. En hier staat het. Lees maar. Wat staat er in Zacharia 14 vers 4a? Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Als je in Jeruzalem bent, dan moet je vooral naar de Olijfberg gaan. Als je daar staat, vind ik het mooiste plekje. Uit oosten komt altijd het goede, hè? De deur in het paradijs ging dicht op het oosten. Toen God de tabernakel instelde, de opdracht gaf om te bouwen, moest de poort geplaatst worden op het oosten. De Heer Jezus, achter de Olijfberg, ligt Betanië. Die kwam over de Olijfberg uit het oosten, zo Jeruzalem binnen. En in de toekomst, hij gaat zijn voeten zetten op de Olijfberg. En hij zal vanuit het oosten de stad weer binnen gaan. En dat is toekomstmuziek. Vers 5b. Dan zal de Heere mijn God komen met al de heiligen en al de heiligen met u. Vers 9. En de Heere zal koning worden over heel de aarde. Vers 11b. Of nou heel 11. En zij zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Is dat al gebeurd? Naar mijn overtuiging nog niet. Vers 17. Nou komt het. En het zal geschieden... Nee, sorry, 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten. En om het loofhuttenfeest te vieren. Jezus gaat zich openbaren straks als koning der koningen en als heren der heren. Hij gaat zijn koningschap aanvaarden. En broeders en zusters, het loofhuttenfeest zal ten volle zijn vervulling krijgen in die periode, ten tijde van het Messiaans vrederijk. De Heer Jezus, de Messias, zijn voeten op de Olijfberg. En alle volken zullen als het ware worden ingezameld en zullen optrekken naar Jeruzalem. En jaarlijks zal God dan door de gelovigen uit alle volken worden gedankt. Zal er feest worden gevierd. Het zal een tijd worden van geweldige blijdschap en van geweldige vreugde. Dat is toekomst. Met een heel bijzondere plaats voor Israël in die tijd.
Nou, daar zit je dan als Jood. Dan ga je toch als vanzelf zingen? De toekomst is zeker. Ja, maar pa, hoe zit het dan met tante... En het bedrijf... Ja, nee, dat zie ik ook. Bedrijf loopt niet erg. Maar dit is zeker. Te midden van alle gebrokenheid. Alle onvolmaaktheid. Alle tranen. Alle verdriet. Ik denk terug... Een herinneringsfeest. De trouw van God door de jaren heen. Ook in mijn leven. Ik denk in het heden aan de zegeningen die mij ten deel gevallen zijn. En ik begin te zingen. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. En vergeet er niet één. En in de gebrokenheid kijk ik ook vooruit. Het gaat goed komen. Het herstel van alle dingen. God stuurt aan op de volvoering van zijn heilsplan. Tot in de punt en de komma. En mag ik met jullie tenslotte afsluiten in Openbaring 21. Want er gaat ook een achtste dag komen. Ik geloof dat de zevende dag het vrederijk is. 4000 jaar Oude Testament, 2000 jaar Nieuwe Testament. Bij de Heere is één dag als 1000 jaar. Dat betekent 6000 jaar. Het 7000ste jaar staat op het punt van aanbreken. Zevende feest, zevende maand. Nou, noem op. Geweldig. Het gaat komen, geloof me. Het koninkrijk van God gaat doorbreken. En op die zevende dag vandaag, zoveel duizend jaar geleden, zei Jezus, wie dorst heeft, laat hij komen. Hij zegt, wie gelooft in mij zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste voortvloeien. Dat je nu al een stroom van zegen mag zijn in deze tijd. Met dit in het vooruitzicht, het komende koninkrijk. En die achtste dag... Dat is in de Bijbel het nieuwe begin. Israël aan het einde van het Loofhuttenfeest gaat bidden om regen. En ik geloof dat het Messiaanse Rijk, ik hoop dat je me volgt, de zevende dag is. Na de zevende dag breekt de achtste dag aan. Ik heb gezegd, de achtste dag is het nieuwe begin. We beginnen bidden om regen. Er komt een nieuw begin aan. En ik geloof dat dit is de eeuwige toestand. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan moet je kijken wat er staat. Ik vind het zo mooi. Vers 1 van Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Vers 3. Indrukwekkende woorden. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, daar heb je hem, de soeka van God, de tent van God, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. De tegenwoordigheid van God ten volle genieten. Dat is toekomst. Ten volle. We hebben vanmorgen in de bidstond gebeden, Heere God, laat het een samenkomst zijn waarin uw tegenwoordigheid merkbaar is. Dat u er bent. Want wat is een leven zonder Gods tegenwoordigheid? Met allerlei plichtplegingen. Dat doe ik wel, dat doe ik niet. Maar als God er niet in is, dan is het leeg, kil en koud. Maar waar Hij is, is leven. En daar mogen wij vandaag al van genieten. Ik ben vrolijk in de Heere. En dit is toekomstverwachting. En dan gaan we vers 4 door. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan die indrukwekkende woorden. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Loofhuttenfeest, Sukkot 2022. Verblijd je in de Heere. Waarom? Het is een herinneringsfeest. We kijken terug. Het is een oogstfeest. Dank u voor de zegeningen, Heer. Ik heb niet alles wat mijn hart begeert, maar ik heb wel wat ik nodig heb. Dat is een verschil, hè? Je hebt verlangen, je hebt wensen, nou, maar ik heb dat wat ik nodig heb. En het is een profetisch feest. Het ziet uit naar wat komen gaat. En dat bepaalt mijn leven in die fragiele, zwakke, kwetsbare, vergankelijke Suka. Heb je perspectief of niet? Geweldig perspectief. Geweldige blijdschap. Geweldige vreugde. Gefundeerd in Hem. Jezus. De Messias. Die geleden heeft, gestorven, begraven is, opgestaan. En die zit aan de rechterhand van de Vader. Met eer en heerlijkheid gekroond. Het hele Loofhuttenfeest, broeders en zusters, is een feest. Met één grote lofzang
voor Gods grote daden in het verleden, in het heden en in de toekomst. En daarom zeg ik met alle vrijmoedigheid de apostel Paulus na tegen jullie en mezelf. Verblijd je altijd in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Amen.